Voor speeldag 5 trokken we naar KNAK Roeselare, die afgelopen woensdag zich wisten te plaatsen voor de halve finale van de Beker van België. En dat zou hen toch een boost moeten geven, die ze misschien wel nodig hadden na een eerder aarzelende start, daar ze niet meteen met een volledige kern aan de eerdere wedstrijden konden beginnen. Met de komst van Haas Rode Leuven was het toch wel even opletten voor de thuisploeg, want Haas Rode speelt de laatste weken goed en fris volleybal. We hebben daar de twee afgelopen wedstrijden vrij overtuigend kunnen winnen. En dat was het voor ons vandaag echt de kunst om een derde wedstrijd eraan te koppelen en eigenlijk niet die terugval te hebben na de toch wel bepaalde ontlading die er was in de bekerwedstrijd. En daar beginnen ze alvast goed aan. We zien het KNAK dat ook de thuissupporters willen zien, al blijft Leuven wel goed meegaan. Maar tegen dit Roeselare moeten ze hun meerdere erkennen en zien ze set 1 naar de thuisploeg gaan met een 25-20. In set 2 zien we twee teams die ondanks het drukke schema dat ze moeten afwerken de supporters verwennen en het betere volleybal laten zien. Toch snakken de beide coaches misschien ook even naar de komende week, waarin ze de ganse week hun team zonder wedstrijd ter beschikking hebben. We hebben eindelijk eens een gewone trainingsweek. Dat gaat ook deugd doen. Waarom heeft het tot nu toe heel moeilijk gehad, maar dat wil niet zeggen dat wij ze gaan onderschatten. Die jongens kunnen een deftig niveau halen, hebben ze ook bewezen in hun wedstrijd tegen Menen. Maar het gaat goed zijn om eens naar onszelf te kunnen kijken deze week. En niet dat we het ritme moeten hebben om nu de volgende tegenstander aan de jongens voor te stellen, maar dat we ons eigen spel eens goed kunnen analyseren. Een weekje rust gaat het niet zijn, denk ik. Het is juist een week waar we nog eens harder kunnen trainen. Een van de weinige weken waar er geen midweekwedstrijd is. Dus ik denk dat er eerder hard gaat gewerkt worden dan een rustige week. Set 2 gaat naar de thuisploeg met een 25-21. Haas Rode Leuven gaat steeds goed mee in het begin van de set, maar moet steeds afhaken halverwege. Op momenten doen wij goed mee. Zeker ja, tot een helft van de set doen wij toch wel goed mee. En dan pakt Roeselare een beetje de bovenhand door hun professioneel volleybal eigenlijk. Het lijkt erop in set 3 dat KNAK Roeselare een makkelijke avond beleeft. Maar dat werd toch even anders gezien door de thuisploeg. We wisten op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Ook omdat Leuven gewoon echt enorm is versterkt tegenover vorig jaar. Zowel de spelers op het veld, maar ook in de breedte zijn ze echt wel versterkt. Dus we wisten dat we een zware opdracht hadden vandaag. Het is dan toch Roeselare dat de overhand neemt in de derde set en kan uitlopen waar Leuven zich terugknokt naar een 23-20, maar korter komen ze niet. En zo blikten we al even vooruit op de komende speeldag waar KNAK Roeselare zich moet opmaken voor de verre reis naar de KNAK killer van de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Beker van België. En Leuven zich mag opmaken tegen rechtstreeks concurrent VBC Warem. Ja, dat wordt weer een leuk terugkijken daar in de zaal. Hè. Dus we gaan het een klein beetje anders voorbereiden. Wordt natuurlijk hopen dat wij dezelfde partij van hier thuis kunnen evenaren. En dat wij een off day zoals die een aantal weken geleden was, zeker en vast vermijden. Dat is ook een concurrent. Maar ik denk als we ons niveau halen van de afgelopen weken, dat dat wel een haalbare kaart moet zijn. Ook thuisvoordeel, misschien wel, onze zaal. Dus laat ons hopen. Na setstanden van 25-20 en 2x25-21 houdt KNAK Roeselare de punten wel in eigen huis. Samengevat, we hebben al mindere wedstrijden gespeeld dit jaar en gewonnen. Dus ik was niet helemaal ontevreden over het niveau dat we vandaag gehaald hebben. Het kan beter, er waren een aantal details die niet goed waren, die echt nog beter moeten. Maar al bij al ben ik niet ontevreden. Dat is raar om te zeggen bij een wedstrijd die we 3-0 verliezen. Roeselare is sterker aan het worden in de loop van het seizoen. Ze zijn sinds een paar weken ook compleet en dat voelen we. Iedereen is terug fit en in orde bij hen. Ik denk wel dat ze nog beter kunnen dan hetgeen dat ze vandaag hebben laten zien tegen ons. Het is hun verdienste dat ze vandaag winnen. Maar opnieuw, ik vind dat we oké gespeeld hebben. Ik vind dat we oké gespeeld hebben.